hartelijk welkom in Frankie's Home. Mijn hobby is het verzamelen van brommers, fietsen met hulpmotor, motors, kinderspeelgoed en ook gewone fietsen. Nog zoals deze, dit is dan toevallig een invalide voertuig. Er staat er nog één aan die kant en die dateren zo van rond 1930. Dit is toevallig eentje uit België, een La Couronne uit Kortrijk. Die heb ik dus zelf helemaal gerestaureerd. En dat is ja. Dat zijn eigenlijk hier de bezigheden. Alleen is het een heel erg uit de hand gelopen hobby. Want zoals je ziet, het staat hier stamp en stampvol. Maar waarom ben je rijwielen gaan verzamelen? Nou, ik deed eerst ouds restaureren. Ik had een Renault Vizier 59, Renault Dauphine uit 65, Renault 6 uit 74. Maar omdat mijn lopen steeds moeilijker werd en ook de bediening met de pendalen, het koppelen en zo. En toen ben ik maar net als mijn vader, die ook een klein museumpje heeft in de Buisblotstraat, maar overgeschakeld ook op wat ik net allemaal aangaf. Want jouw vader die verzamelt ook rijwielen? Ja, daar staan er bij hem thuis ongeveer 19. En is het dan alleen verzamelen of ga je, knap je ze ook op? Hoe gaat dat? Ik knap ze op. Als nodig is doe ik zelf nieuwe wielen erin spaken. Zijn er ook bij die ik zelf helemaal opnieuw gespoten heb. En dan probeer ik ze toch weer in een goede staat te maken. Maar het liefste heb ik, zoals ze van de weg afkomen, in die staat. Maar dan moeten ze wel technisch gewoon heel goed in orde zijn. Maar ja, ik heb er ook binnen gehad die er helemaal niet uitzagen. Dus ja, dan ben ik gewoon verplicht om ze helemaal onder handen te nemen. En dat lukt toch wel. Ik heb een brommer staan in Flandria. Die staat hier. Net om de hoek, zeg maar. Die heb ik helemaal geschuurd, zelf helemaal gespoten metaliek. Nieuwe wielen erin ingemaakt, nieuwe velgen gekocht. Op de wielen zelf gevlochten. En als het nodig is, dan lukt me dat wel. Maar heb je dan op school gezeten, bij fietsenmakersopleiding? Of? Nee, ik heb zelf een diploma automonteur. Maar ik ben zo eentje, het zijn allemaal uitdagingen. En probeer gewoon toch niet op te geven. En op een gegeven moment lukt dat dan wel. En deze fiets waar je op zit, zag die er zo uit toen je hem... Nee, die zag er... de lak was heel slecht, de planken... Dat was gewoon, die erin lagen, dat was van oude steiger. Dus toen heb ik zelf hout gezocht en daar heb ik alles opnieuw uitgetekend en gezaagd. Ik heb mezelf opnieuw gelakt. En nu staat ze weer netjes bij. Ook heel oude verlichting achterop. En ook sticker achterop, La Corona. Dus zo probeer ik dat dan toch in de oude staat terug te brengen. En ga je dan ook op zoek nog naar oude onderdelen of zo om het compleet te maken? Nou, ik heb zelf nog heel veel oude onderdelen zitten. Dus er zijn nog wel dingen die ik zo tevoorschijn kan halen. Hoe kom je aan die onderdelen dan? Nou, dat praat ik gewoon over 25 jaar geleden. Toen ging mijn vader en mijn zusje en ik ook af en toe, ging dan al die beurzen af. En dan deden we ook een hoop dingen in, gewoon kopen en die werden dan gewoon weggelegd en dan als we ze nodig hadden, dan konden we ze zo zeg maar van de plank halen. Is het dan een soort familiehobby? Ja, het is wel een, ik denk het wel, ik denk dat ik hou gewoon heel veel van oude dingen. Waarom vind jij dat zo mooi, die oude dingen? Ja, ik denk dat een zekere passie van mezelf is. Al deze fietsen of brommers die hier staan, heb je daar ook zelf op gereden? Nee, aangezien mijn handicap is dat ook nooit mogelijk geweest. Ik heb jaren geleden wel met een scooter gereden en toen ik 16 jaar was met een mobiletje. Maar aangezien dat het lichamelijk achteruit is gegaan, heb ik nooit
is nooit mogelijk geweest om met die hele mooie brommers, die zware brommers, om daar zelf mee te rijden. Omdat het gewoon, ja, dat lukt niet. Maar kun je uitleggen wat je hebt? Ik heb het syndroom van Little. Dat is tekort spieren. De reden daarvan is dat ik met 6,5 maand geboren ben. En dat een hersencel te weinig zuurstof heeft gehad. En dan kan het zijn dat je een afwijking krijgt. Dat je spieren niet goed functioneren aan been of armen. En bij mij is het toevallig aan mijn benen. En hoe ouder dat ik word, zal het op een gegeven moment toch zijn dat ik afhankelijk ben constant van een rolstoel. Maar aangezien dat ik daar dat helemaal niet wil, loop ik met deze eifeltjes. Want ja, om hier in mijn volle hobbyruimte met de rolstoel te rijden, nou, dat is ook geen haalbare kaart. Hoe groot is bij jou dan de frustratie, zeg maar, dat je zoveel fietsen en brommers hebt en dat je daar niet zelf op kan rijden? Ja, in de loop der jaren heb ik dat wel van me afgezet. Ja, het is natuurlijk zinloos om dat gevoel, omdat het, ja, iets wat niet mogelijk is om daar toch op door te gaan. Het enige wat ik heb een bakfiets staan die ik met mijn 15 jaar gekocht heb. En ik zou nog graag willen daar nog een keer mee te rijden. Het is een hele grote, want er zit een bak van 2,10 meter bij een meter. En nu door dat ik heel veel aan het trainen ben, hoop ik toch dat ik ooit weer met die bakfiets gewoon een rondje kan rijden, gewoon zeg maar voor de fun. In de tijd dat ik werkte, kocht ik gewoon alles wat los en vast had, om het zo maar te zeggen. Dat is zo gewoon een beetje doorgegaan en ik kreeg ook wel eens dingen aangeboden. Ik denk, ah, dat is ook wel leuk, hup, zet maar bij, hup. En zo is dat allemaal een beetje maar door en door gegaan. Maar is het dan, geef je daar nu nog veel geld aan uit? Is dat kostbaar? Nou niet meer, want ik koop niks meer. Omdat ik heb nog zoveel staan. Nee, eigenlijk, of het moet iets heel bijzonders zijn. Maar ik denk wel even heel goed na van of dat wel verstandig is om nou nog dingen bij te kopen, omdat je nog zoveel hebt staan. Heb jij nooit gedacht van wat moet ik met al deze fietsen en brommers, want ik kan er zelf niet mee, ik stop er maar mee? Nee, ja. Ik zou dat gewoon zonde vinden om zo'n grote verzameling, ja, dan te verkopen. Er zijn ook verschillende brommers waar interesse is van andere personen en die er best wel flink geld voor over hebben. Maar dan ga je echt de hele mooie voertuigen eruit halen en dat vind ik gewoon niks. Het is gewoon een verzameling en zoals je ook, we hebben ooit wel eens in de krant gestaan, ik met mijn vader, en er was de slogan, wij kopen wel, maar wij verkopen niet. En dat is eigenlijk heel mooi, vind ik. Want als je eenmaal gaat verkopen, dan word je zakenman. En nou ja, dat zie ik dus helemaal niet zitten.